In de Rivierslaan hebben de buren de smaak te pakken. Wij hebben hier de Burendag vandaag. En het doel van de Burendag bij ons is om de buurt te vergroenen. En dat doen we met de hele buurt. En we gaan geveltuintjes maken. En we gaan stokrozen planten. En we maken allemaal leuke tuintjes waar allemaal bollen in gaan. Die dan in het voorjaar weer opkomen. Ja, nou, maar via het natuurhuis hebben we de bloembollen gekregen. En uiteindelijk via het Oranjefonds hebben we daar geld voor gekregen om die bloembollen weer te kopen. Is dit de eerste actie van de Rivierslaan? Nee, voor het vergroenen is dit al de tweede actie. In het voorjaar hebben we aan de achterkant ook allemaal planten gezaaid. Ook voor de vergroening en leuke kleuren in het gras. En het is ook goed voor de bijen en de vlinders. Dus dat hebben we van het voorjaar gedaan. Yes, afhankelijk dacht ik, dat driehoekje, dat wordt niks. Er kwam niks op. Ik dacht, nou, dat is niet goed genoeg gevreesd. Maar na een paar weken bloeit het nog beter dan aan deze kant. Wat doet dat met een buurt als jullie dit soort dingen doen? Ik merk dat je elkaar wat beter leert kennen. Voor kleine klusjes of andere zaken weet je elkaar wat makkelijker te vinden. Dus je leert elkaar gewoon beter kennen. Dat is heel fijn. Verdient het navolging? Ja, absoluut, absoluut. Ik zou tegen iedereen zeggen, begin er gewoon aan en begin klein. Wij zijn hier ook begonnen met een initiatief om gewoon een keer voor de kerst met elkaar bij elkaar te komen. Gewoon op een oprit. Iedereen neemt wat lekkers mee en leert elkaar kennen. En van daaruit zijn we nu eigenlijk een buurt. Nou, en we zijn nu allemaal aan het werk vandaag, dus heel leuk. Ja. Wat is dat?